Nou weet u, het zou een beetje kwalijk zijn als ik nu ineens allemaal dingen mee had gebracht. Want dat betekent dat ik in het verleden blijkbaar de snelheid niet zo serieus zou hebben genomen. Dat we maar wat hadden gedaan. Dat we nog wat in de mouw hadden gehouden. Maar we hebben al voor deze beving al die versnellingen in gang gezet. Daar zijn in maart afspraken over gemaakt, want dit willen we echt. Dat versnellingspakket, dat gaan we over 2 weken bespreken, daar zitten die maatregelen in. En als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevingtje, zou dat ronduit armetierig zijn geworden. Minister Erik Wiebes ligt inmiddels onder vuur. Hij had het voor de microfoons van OogTV en RTV Noord over een bevingtje, na een vraag over extra maatregelen na de aardbeving. De beving afgelopen woensdag was een van de zwaarste bevingen in de provincie ooit. Wiebes noemde het later een stomme verspreking en bood zijn excuses aan. Ik had het over een bevingtje, maar het gaat over een grote beving met heel veel schade tot gevolg. En als ik iemand daarmee heb beledigd, dan spijt me dat. Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat je ook zonder aardbevingen altijd moet zorgen voor versnelling van de schadeafhandeling. Burgemeester Peter den Oudste zei afgelopen woensdag nog: dit is natuurlijk een zware. Het wordt door de SODM ook voorlopig even gezien als eentje in de categorie huizingen. Waarbij je niet een heftige grondbeweging hebt op één plek, maar meer eentje die ook wat grotere uitstraling heeft. Dat zie je hier ook. En een groot deel van het aardbevingsgebied heeft het gevoeld tot in het Westerkwartier toe. In de stad ook. En dat maakt dus ook dat iedereen toch weer opschrikt. Wij wonen in een aardbevingsgebied. Groningen heeft barmhartige leiders nodig. Geen kille bureaucraten, reageerde SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Maar wat zegt verantwoordelijk minister Wiebes over gisteren? Een bevingtje. Wiebes deed al eerder een kleinerende uitspraak voor OogTV die verbazing wekte. Dus ik zou zeggen mondhoekjes omhoog, schouders eronder en niet de hele tijd somber zijn. Ik denk dat Groningen absoluut niet de behoefte heeft aan zo'n pep talk. Dat is denk ik niet waar Groningen op dit moment zit te wachten. Bij het bezoek aan de bewoners van Westerwijtwerd zag de minister veel leed bij de bewoners. Op het moment dat je eigen huis niet meer als veilig beschouwt, dan raakt dat aan meer dingen dan alleen schade en versterken. Maar dat kan voor u geen nieuws zijn, want dat heeft u bij eerdere bezoeken ook al gehoord. Nou, ik denk dat de emotionele component eigenlijk steeds sterker wordt. Dat zie je ook. En dat betekent, en dat was een lijn die we op zich hadden, maar het is wel goed om daar nog van doordrongen te zijn, dat ook al gaat de gaswinning heel snel naar beneden, dat het toch echt belangrijk is om blijvend aandacht te hebben voor versterken. Want het is nog niet voorbij met bevingen. En zolang die bevingen nog kunnen komen, hebben we echt behoefte aan veiligheid. Verder meldde Wiebes na het overleg met de commissaris der Koning en de burgemeesters van de bevingsgemeente niet meer dan dat hij over 2 weken met een concreet plan gaat komen over snellere afbouw van gaswinning, sneller schadeherstel en tempo in de versterkingsoperatie. Meneer Wiebes, daar staat u achter. Ja, dat hebben we namelijk net afgesproken. Daar zijn we het allemaal mee eens. En weet je, dit hadden we in maart al afgesproken. Wij vinden dat het sneller moet. Daar wordt aan gewerkt. En iedere Groninger is daarvan overtuigd dat het sneller moet. Maar daar komt een beetje mijn scepsis vandaan. Als u zegt, ik heb dit in maart al afgesproken. We zijn nog veel verder dan maart. Zeker. Er wordt ook dus uitgebreid aan gewerkt. Er ligt een heleboel. En dat gaan we over 2 weken mee naar buiten. Bij de tijdelijke commissie mijnbouwschade waren vrijdagmorgen rond 12 uur zo'n 1100 schademeldingen binnengekomen.